Het kabinet heeft flink geschaafd, gehamerd en geschuurd in de begroting om ervoor te zorgen dat ouderen erop vooruit gaan volgend jaar. En de rekening, die wordt betaald door de werkenden. Blijkt uit de miljoenennota die vandaag is gepresenteerd. We weten, tenminste de mensen die dat hebben bekeken, die weten dat in augustus het er nog heel anders uitzag. Dat met name ouderen erop achteruit dreigden te gaan. Mensen met een laag inkomen vrij stevig op achteruit dreigden te gaan. En ik ben heel blij dat je nu in deze begroting echt evenwicht kan presenteren. Kan zorgen dat ook die groepen die het misschien de afgelopen jaren moeilijk hebben gehad, een kleine, maar toch belangrijke vooruitgang voelen. Eliane Kuipers, jij bent in die cijfers gedoken. Het kabinet heeft er een bak geld tegenaan gegooid. Ja, ze hebben enorm hard ingegrepen, enorm hard gerepareerd. Zo hard zelfs dat ik wil beweren dat uitkeringsontvangers en ouderen Rutte en Asscher op de blote knieën moeten bedanken. Laat de cijfers even zien. Werkenden die zouden er voor die reparatie van het kabinet €450 op vooruit gaan in koopkracht. Na reparatie €460. Dan, hou je vast, uitkeringsontvangers voor reparatie zouden ze erop achteruit gaan, €115. En na reparatie is dat toch een aardige plus, €205. En de gepensioneerden, de ouderen, die zouden er flink op achteruit gaan, €230. En na reparatie, daar is meer dan een miljard tegenaan gegooid, gaan ook zij erop vooruit. Ja, €390 scheelt dat gemiddeld per ouderen. Even technisch gezien, hè, want je moet dat altijd ergens mee, hè, je moet één postje aandraaien, zeg maar. Waar zit dit in? Voor uitkeringsontvangers, mensen met lage inkomens, gaan de toeslagen omhoog. Huurtoeslag, zorgtoeslag. Mm-hmm. En voor gepensioneerden is er een belastingkorting. Zij krijgen meer ouderenkorting, dus hoeven minder belasting. En jij zegt ouderen en mensen met een uitkering moeten dit kabinet Rutte als je op de blote knieën danken. Nu is er toevallig vandaag de 50-plus beurs. Wij waren erbij en eens even kijken of daar inderdaad een feeststemming is onder de oudjes. Ik sta hier vandaag tussen de rollators en de steunzolen op de 50-plus beurs. Exact bij die doelgroep die dit jaar een meevaller van het kabinet krijgt. Want werkenden gaan hun koopkracht inleveren om die ouderen te compenseren. Zijn ze daar blij mee? Nee, alles behalve. Want bij die ouderen zit nog heel veel boosheid. Boosheid over die beknibbeling op de zorg, die latere AOW en die korting op hun pensioen. Het is alleen maar inleveren geweest. En als je gewoon kijkt wat de echte ouderen die in een verzorgingshuis zitten overhouden aan een paar cent waar ze ook nog een krantje van moeten kopen, denk ik van nou, is het helemaal schrijnend. Wij hebben het toch wel goed, maar als ik kijk naar mijn moeder, die woont in een verzorgingshuis. Is 88 jaar en heeft een pensioen, een heel minimaal pensioen. Zo laag dat wij als kinderen vaak met een paar tientjes bijspringen om haar toch de maand door te laten komen. Ze hebben in het verleden dus erg veel zelf geïnvesteerd via werkgevers en dergelijke voor hun oude dag. En voor die oude dag zijn ze langzamerhand gestraft. Zelfs een vrij aantal. Ja, laten we zo zeggen, die moeten er zelfs nog iets langer voor moeten werken. Ja, er blijft dus veel onvrede bij die ouderen. Dat zit er voor een deel natuurlijk in de korting van de pensioenen. Is dat terecht? Je mag allemaal boos zijn, maar ik vind het niet terecht. Het is een vrij land. Ja, als je kijkt naar... Nou ja, goed, iedereen mag mopperen. Het moeilijke is dat de ouderen ten opzichte van de geschiedenis in Nederland nu bijzonder goed hebben. Vroeger was dat een groep die echt heel arm was. Hè. Die kregen aparte strippenkaarten, want dan konden ze toch nog met de bus. Zo. Nou, dat hoeft echt niet meer. Dus het inkomen is gewoon hoog. De kans op armoede is heel laag, gemiddeld gesproken. Niet voor die hele oude ouderen. Die moeder van 88 of van 95, die zit vaak nog in het oude systeem. Dat zijn de babyboomers, die zijn van voor de oorlog. En ja, toen werd er vaak weinig pensioen opgebouwd. Die hebben alleen een AOW'tje. Die hebben vaak alleen een AOW. Maar die gaan er ook de afgelopen jaren telkens niet op achteruit. Want die horen bij die uitkeringsontvangers. Mm-hmm. Die veel minder last gehad hebben van kortingen. Want het zijn natuurlijk vooral de pensioenfondsen die gekort hebben. Ja, precies, je ziet steeds dat mensen met een aanvullend pensioen, die worden steeds geraakt. Hey, en worden, Olivia, al even zeggen, die ouderen die nu gecompenseerd worden door het kabinet, dat geld moet ergens vandaan komen, dat kun je niet bijdrukken, dat betalen de werkenden? Zeker. Wij zouden met z'n allen, iedereen die werkt, zou flinke belastingkorting krijgen. We krijgen alsnog belastingkorting, maar niet meer zoveel als eerder gepland was. Oké, we zagen net al wat reacties van politici. Henk Krol staat natuurlijk ook vooraan om hierop te reageren. Die is buitengewoon boos, zoals dat we een beetje van hem kennen. Hij kwam met deze grafiek. Mooi, hè? Het grafiekje van Henk Krol heb ik hem maar even genoemd. De koopkrachtontwikkeling ziet u hier van gepensioneerden en van werknemers vanaf het jaar 2000. Die grafiek laat weinig aan de verbeelding over. Ja. Gepensioneerden zijn er niet op vooruit gegaan.
Sterker nog, een klein beetje op achteruit. En werknemers zijn er fors op vooruit gegaan. Kortom, hoog tijd dat hier wat gerepareerd wordt. Nou ja, op het eind kun je zeggen van dat komt die pensioenkortingen. Ze beginnen allebei op 100. Hè. Dat betekent niet dat ze even hoog begonnen zijn. Het kan best zijn dat die gepensioneerden hoger zaten dan de werkenden. Maar ja, goed, werkenden die ontwikkelen zich nog. Dit is eigenlijk een vrij standaard grafiekje van hoe dat altijd gaat in een land. Gepensioneerden die beginnen met een bepaalde pensioenuitkering op hun... Nou, tegenwoordig al bijna 66ste. En dat is het dan. Je gaat niet op een gegeven moment op je 70ste nog een keer opslag krijgen. Dus dat is eigenlijk best wel logisch dat dat niet meer gebeurt. Dit is zoals het hoort te zijn. En dus ja, zo werkt het wel, he? Het pensioen. Dus je kunt eigenlijk niet kijken naar die relatieve verandering. De ene is er meer op vooruit dan de andere. Je moet kijken naar niveaus. Je moet kijken of gepensioneerden gewoon gemiddeld gesproken of in uitzonderingsgevallen veel minder krijgen dan werkenden. En dat ook bijvoorbeeld vergelijken met hoe dat 10 jaar geleden of 20 jaar geleden of 30 jaar geleden was of in andere landen. Ja, en dan zijn de grafiekjes elke keer anders, dan staan ze er best wel goed voor. Maar begrijp jij deze reparatie die hier nu plaatsvindt? Want het gaat gewoon geld van inkomens van werkenden naar ouderen. Ja, er zijn, ik heb het zitten uitrekenen, 400.000 65-plussers extra die stemmen in maart dan in 2012. Er zijn 3 miljoen ouderen in Nederland die stemmen. En die gaan ook vaker naar de stembus dan de jongeren. Want de jongeren zitten dan even te pokémonnen of zo. Maar misschien is dan niet de vraag of je het begrijpt, maar of je het goedkeurt dat dit gebeurt. Oh, daar ga ik niet over. Nee, ja, ik vind het een beetje overdreven. Ik vind het dat nou ja, goed, laat ik zeggen, ik ga er wel over. het is een schande. Nou, het is een schande is dat het geen probleem is van wat door de overheid is veroorzaakt. De pensioenkortingen die komen omdat mensen bij pensioenfondsen hun renterisico niet hebben afgedekt. Particuliere instellingen zijn dat, die pensioenfondsen. En dat is een deal via de werkgever en de vakbonden met de gepensioneerden of met de klanten. Daar staat de overheid buiten zich, ja. Daar staat de overheid buiten. En het gevaar is een beetje dat we nu naar een wereld toe gaan waarbij we verwachten dat pensioenkortingen, en er zullen nog wel meer komen als die rente zo laag blijft, dat die altijd worden gerepareerd door de overheid. Terwijl ook de werkenden gekort zijn op hun pensioen. Want ik niet, want ik ben ZZP'er, dus ik heb er helemaal niks mee te maken. Jullie zijn net zo hard gekort op je pensioen als de ouderen. Je voelt het niet, ziet het niet in de kofferplaatjes, maar als ze korten ze ook op jouw toekomstige pensioen. Daar krijg je ook niet terug. En ze pakken jou ook nog, om het even op zijn gaan we naar de dam, dan willen we naar de dam te zeggen. Ze pakken jou nu ook nog om dat te repareren voor die ouderen. Dus je moet twee keer betalen eigenlijk. Ja, dat klinkt wel heel erg erg. Je hoeft niet boos te worden. Maar het is een rare reparatie. Ik word gelukkig niet zo heel snel boos. Ja, maar het is onverstandig omdat de overheid zich nu de facto garant stelt voor de koop van ouderen. Als ik jou zo hoor, is het een beetje het kabinet Krol 1 dit? Nou, ze gaan eruit met een grote geste naar de oudere kiezer. Wat staat Krol al op 9 zetels in de peilingen? Ja, dat heeft hij. Ik ben geen politicoloog, maar dat hoef je ook denk ik niet te zijn om de mechanismes hier te herkennen. Oké, nog even over de koopkrachtplaatjes, want die zijn belangrijk. Daar kijken we vaak naar. Hoe heeft dit kabinet het nou gedaan op dat gebied? Rutte 2, kunnen we wel zeggen, is voor de meeste van ons heel goed geweest. We hebben op een rij gezet wat Rutte 2 voor onze portemonnee heeft betekend. Absolute winnaar is dan de alleenstaande ouder met een inkomen rond de 19.000 euro, is iets meer dan modaal. Plus 19% in koopkrachten tijdens de kabinetsperiode Rutte 2. Paar met kinderen inkomen 55.000 plus 8,6%. En dan eigenlijk geldt dat hoe meer je verdient, hoe minder je erop vooruit bent gegaan. Plus 6,2 voor dat paar met een iets hoger inkomen van bijna een ton. En de 65-plussers, ondanks al die extra maatregelen en die reparaties die er nu dus tegenaan zijn gegooid. Door de pensioenkortingen, ja. Toch, maar die eerste is niet meer dan modaal, maar meer dan minimum, toch? Net iets meer dan minimuminkomen. Ja, dus wat we zien is dat de onderkant heel erg in koopkracht is gestegen. Nou ja, dat is nivelleren, dat is eerlijk delen. Wij zeiden vanmiddag al tegen elkaar, als in een huwelijk is er altijd één bovenliggende partij. En hier heeft Rutte Rutte echt in de klem, want dat is gewoon doorgevoerd. Dat is echt gebeurd. Die middengroep, iedereen die werkt, is er eigenlijk toch vooral op vooruit gegaan doordat het wat beter gaat met de economie. Ja, en die oudjes die hebben pijn door die pensioenfondsen. Maar ja, er zijn wel heel veel miljoenen tegenaan gegooid om die pijn te verzachten. Maar dat zien ze dan weer minder, hè? Oké, Eliane, dankjewel. Straks.